Hey, what's good? Dit is je panda, Steven Vechter. En vandaag ben ik met mijn... Moeder! Dus vandaag ben ik met mijn meer, met mijn mami. En onze band wordt vandaag sterker. Heb je er zin in of niet? Yes. Ja, om een sterke band te krijgen? Natuurlijk. Altijd. Nou, ik er niet. Okay. Oh, nou dankjewel. Oké, ik heb wat vragen. Ja, en jij gaat ze gewoon beantwoorden. En we gaan kijken hoe je erover denkt. Trouwens, Oké, dus binnenkort komt er bij mij een jeugdverpleegkundige langs. Dat is super chill, maar we gaan samen een video opnemen. En dan gaan we vragen van jullie kijkers beantwoorden. De vraag moet gaan over sexting, dus over seks. De andere moet gaan over online daten, dus gewoon over daten. En de andere gaat over grenzen aangeven. Hoe geef je nou grenzen aan? Oké, laat dus even een vraag achter in de reacties. Wil je privé blijven? Zorg dan zeker voor dat je even een DM naar me stuurt. Mijn Instagram is dit. Veel plezier naar het kijken van de video, maar ik ga hele leuke vragen stellen aan mijn moeder. Ja. De allereerste vraag is, denk jij dat ik ooit een date-app heb gebruikt? Jij. Ik. Jij een date-app? Nee. Ja, wat voor date-app? Gewoon zoals Tinder of zo? Tinder? Ja. Ja? Ja? Nee. Waarom niet? Nee, dat heb jij toch niet nodig. Waarom niet? Je bent hartstikke jong, wat moet je met Tinder? Leuke dingen doen. Oké. Nou ja, ik zou je vertellen, ik heb wel een keer een date app gebruikt. Ja, ik heb een keer een date app gebruikt. Maar dat was gewoon, ik was met wat vrienden. En ja, toen dachten we van waarom niet. Gewoon voor de grap. Voor de grap. Oké. Maar je hebt er niks mee gedaan. Dat is de volgende vraag. Heb ik ooit met diegene, dus ik heb de app gebruikt, heb ik dan ooit met iemand afgesproken? Dus ja, daar gaat het om, ja. Dus heb ik dan ooit met iemand afgesproken, dus met een meisje? Nou, ik weet niet alles van jou, waar je zit en waar je bent, en waar, maar nee, ik denk dat je me alleen voor de grap hebt aangemaakt en verder niks hebt gedaan. Wow. Ik heb wel een keer afgesproken. Ja, is het echt, hè? Ja, het is echt zo. Ja. Ik heb ook gewoon met haar gedate. Je kent haar ook wel. Ik heb een keer over haar gehad. Maar Tinder is toch voor, is toch ook een beetje... Als je dan afspreekt dat het toch een beetje voor de seks is. Ja, dat weet ik dan dus wel weer. Nou ja, kijk, je kan ook gewoon daten. Dat heb ik gedaan. Gewoon een keertje, want ik wou kijken wat voor app het was. En wat een kato. Je snapt het toch, ik ben gewoon, iedereen had het erover. Dus ik dacht van, waarom zou ik het dan niet voor de grap hebben wat gedaan? En dan begin ik gewoon een beetje ouwehoeren. En dat meisje deed het ook. En toen was ze in de stad en ik was in de stad. Dus toen dachten we van... Oh, oké. Je wist allebei dat je een beetje was aan het ouwen. Ja, maar we gingen wel verder door. Snap je? We hebben wel gewoon vaker gedate. Ja, oké. Afgesproken, gewoon. Ja, nee, echt gedate. Ik heb het betaald, hé. Oh, nou, dan heb ik wel gedate. Oh, dat was toen jij vroeg om... Mama, mag ik wat geld? Nou ja, wat vind je ervan dat ik dat heb gedaan? Dat ik... Nou, eerlijk gezegd, dat verbaast mij. Hoezo? Ja, dat had ik niet verwacht. Had ik eigenlijk niet gedacht, nee. Ik weet niet, ik had toch gewoon ineens, was het toch van, oké. En toen dacht ik van, bruh, de app werkt dus wel. Maar ik heb het wel meteen verwijderd. Ik zit er ook echt niet op. Wat denk jij nu? Want het is wel gevaarlijk wat ik heb gedaan, hoor. Vind je niet? Ik had eerder verwacht dat het voor volwassenen was. Ja, maar echt, nou, dat zit niet van zulke mensen van jouw leeftijd op. Mensen voor de oorlog. Zo, nee, die zitten er niet op. Als meisjes zijn en je gaat afspreken, dan kan het wel gevaarlijk zijn. En stel je zit wel in zo'n situatie, wat moet je dan doen? Want jij bent een meisje, dus ik denk jij kan er wel een goede tip over geven. Niet zomaar afgespreken. Ik zou eerst wel eens een beetje op onderzoek uitgaan. Nou, heeft zo iemand Facebook en... Oké, dat is wel. Dat? Ja, dat ken ik wel. Ik zou wel tegen een goede vriendin of wat dan ook zeggen van wat je van plan bent te gaan doen. Ja. En waar je naartoe gaat. Ja. En ik zelf zou denk ik iemand meenemen en zeggen van ga jij maar verderop zitten. Heb jij ooit een date app gebruikt? Oude Facebook. Ik een date app? Jij? En jongen, ik ben al bij je vader vanaf mijn 16e. Ja. Een beetje oude vraag, maar is er ooit iets gebeurd dat jij dacht van dat wil ik niet? En toen heeft iemand dat wel gedaan. Of... Ja, jawel, dat is wel eens gebeurd. En wat heb je toen gedaan? Want zulke dingen gebeuren natuurlijk. Ja. En hoe kan jij je grens aangeven? Ik heb gezegd, inderdaad, nee, dat wil ik niet, ga weg. Dat was niet iemand waar ik verkering of zo mee had. Oh, niet? Nee, dit was zomaar een goede bekende. Nou ja, toen ben ik gaan gillen en rennen en ik heb mezelf opgesloten in de wc. Echt? Ja. En toen? Dus,
gezegd, nou weggaan. En dat deed hij ook. En daarna heb ik het verteld. Aan mensen? Ja. En toen? En toen is diegene erop aangesproken. Oh. En heb ik er nooit geen last meer van gehad. Heb ik ooit seks gehad? Ik. Jij? Ik. Ja, dat is nogal een vraag. Moet ik dat weten? Ja. Nou, dan ga ik dat dan zeggen. Nee. Niet? Nee. Nou, mama. Je antwoord is juist. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Okay. Ik heb de kans gehad, maar ik heb het nog nooit gedaan. Oké. Okay. Denk jij als ik dat ga doen, dat ik goed onder bescherming denk of niet? Natuurlijk. Hoe dan? Nou, dat heb ik je geleerd. Ja, niks gaan leren. School of erbij gaan leren. Nee, ik denk als ik dat heb gedaan, dat ik ook echt gewoon door het hele huis heen roep. En die hele tijd dat liedje aangezet. I just had sex. Nou, dat moet wel. Heb ik ooit een naaktfoto gestuurd? Van mezelf. Heb ik dat ooit gedaan? Naar wie? Weet ik, voor mijn vriendin of... Ja, maar hoop van niet. Voor die vriendin. Hoezo? Nee. Dat is heel mooi hoor. Het is fotogenie. Dat heb ik een foto staan, maar staat die altijd leuk op? Ja, dus wel. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat doe ik niet aan. Nee, ik heb nog nooit de iPhone gestuurd. Jij dan? Nee. Niet de papa zelf. Oh, ik heb een stuk vlees en jij zo. Nou hier. Nee, op puur natuur. Oh, nou zo. Real. Nee, alive. Wat? Nou, dan hoef ik je gewoon op te sturen. Je zal een verkeerde vriend of iemand die denkt van de verkeering gaat uit of de relatie gaat uit of je gaat scheiden. Ik ben in een goede relatie kan dat vind ik op deze gewoon hoe de jeugd nu is, heel veel doen het. Gewoon als ze iets hebben, ja. Dan vind ik dat kunnen. Ten eerste stuur dan niet via WhatsApp of zo. Ja, gewoon op WhatsApp heb je het altijd. Stuur dan via Snapchat. Ten eerste, je kan zien als diegene een screenshot neemt. Ah, dan ben je wel de lul, maar. Er staat er, Steven Vechter heeft een screenshot genomen. Dat blijft er staan. Dus dan kan jij daar een screenshot van nemen. Van oké, die heeft mijn dingen sowieso. Kan je diegene sowieso bellen. Kan je sowieso aan de politie laten zien dat hij het heeft gedaan. Snap je? Ja, okay. Dat kan wel. Dat is wel. Het is wel strafbaar. Ja, toch? Tuurlijk. Vond je deze video leuk? Zo dan zie ik voor je even. Liked. En? Op een belletje druk, want ben je altijd up-to-date als ik een nieuwe video upload. Abonneer je hier beneden. En heb je nou een vraag die ik moet beantwoorden met een zuster naast mij? Verpleegkundige. Ja. een verpleegkundige zuster. Laat dan even een vraag achter op deze dingen. En heb je ook een van deze dingen of iets meegemaakt of heb je iets gedaan van deze dingen? Ik ben altijd benieuwd. Of wil je tips? Mag je ook altijd naar mij toe komen, maar wil je privé zijn, stuur dan even naar mijn DM. Dus Steven Vechter, hier is mijn Instagram. Dan zie ik jou met je leuke koppie weer bij een nieuwe video. Gooi een dab. Oh jee. Gooi hem.